Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Dit gebeurt in verband met Wereldgebedsdag. Voorzitter van het Surinaams Comité Wereldgebedsdag, Rosanna Pindon, zegt dat de Wereldbiddag is bedoeld om wereldwijd voor het themaland te bidden. Suriname is voor het eerst uitgeroepen tot het themaland. We zullen onder andere bidden voor verbetering van onze economische situatie, onze jeugd, maar voornamelijk voor ons milieu. Omdat we merken dat het niet zorgvuldig wordt gebruikt. Aldus Pindon. Wereldgebedsdag houdt in dus dat er een wereldwijd voor één land, een themaland, wordt gebeden. Okay, en wat maakt dit jaar zo speciaal? Oh, dit jaar is heel speciaal omdat Suriname themaland is. Wat is de procedure eigenlijk dat Suriname is gekozen tot themaland? Suriname moest een voorstel indienen. Dat hebben we gedaan in 2011. Sorry. Mm-hmm. En op de internationale conferentie in 2012 zijn we gekozen. Onder andere met andere landen voor de andere jaren. In 2012 heeft dus het internationaal comité aangegeven dat Suriname in 2018 themaland mag zijn. En wat houdt dit precies in? Dat houdt in dus dat wij de liturgie moesten schrijven. Mm-hmm. En alle informatie van ons land moesten opsturen voor het internationaal comité. Zodat ze dat kunnen verspreiden onder hun landen. Ja? En wat zijn de noden die jullie hebben doorgegeven? We hebben voornamelijk over ons milieu, onze noden over ons milieu, maar ook over onze jeugd, ja, onze economie, onze rechtsstaat, alles wat eigenlijk Suriname betreft. Want we hebben gemerkt dat dat er toch wel gebed voor nodig is. Wij merken dat er veel van ons milieu vernietigd wordt, om het zo te zeggen. We zijn een gezegend land, wat we merken. Maar er wordt niet goed omgegaan in ons milieu. We zijn een bosrijk land, we zijn de longen van de aarde. Maar we zien dat er steeds minder wordt. Die 94% is nu al geen 94% meer dat we aan bos hebben. Omdat we er op een niet goede manier mee omgaan. Maar daarnaast zijn er ook issues als onze gouddelving, onze goudwinning. Dingen als de rivieren waaruit dus de mensen uit het binnenland van afhankelijk zijn, die worden zwaar vervuild door die kwik. En dat maakt ons wel baart ons wel zorgen, omdat we, het komt in de media dat kinderen daaronder lijden. Wereldgebedsdag, Suriname is themaland. Is het de bedoeling dat buitenlanders naar Suriname komen om te bidden of gebeurt het anders? Nee, dus in elk land, je moet nagaan, er zijn meer dan 180 landen aangesloten aan het internationaal comité Wereldgebedsdag. En in elk land wordt er op dezelfde tijdstip, lokaal, om 6:30 gebeden voor Suriname. Okay. En hoe zullen wij dat hier doen? Wij zullen dat hier ook doen in de verschillende clusters, in de verschillende districten, in de verschillende wijken. Wordt er ook om 6:30 s'avonds gebeden. Gaan we naar de verschillende kerken en dan wordt er daar dus de liturgie behandeld en gebeden. De mensen die dus onze diensten willen bezoeken, kunnen wel kijken op onze website en onze website en Facebookpage, sorry. Daar staan dus de lijsten van kerken. Ja, en wat is de naam van uw Facebookpage? Facebookpage is Surinaams Comité Wereldgebedsdag. Ja, en tot slot, misschien wilt u wat zeggen aan de kijkers? Ik roep de kijkers op om allemaal massaal te gaan naar de verschillende diensten in hun eigen wijken. Centrale dienst is wel in de basiliek, maar in hun eigen wijk kunnen ze altijd ook terecht voor hun diensten. En komt u lekker in uw culturele klederdracht, want we gaan een manifestatie hebben. Het is Suriname, we kunnen Surinaams uitkomen. En laten zien dat wij een eenheid zijn in diversiteit.